Hallo allemaal, vandaag gaan we het hebben over minderen. In dit geval minderen op de flexie en dat je een drierecht samenbreidt, waarbij je dus twee steken mindert. Ik laat je in deze video voorbeelden zien van hoe je zo'n drierecht samen kunt doen, maar ook hoe je die drierecht samen kunt toepassen in je muts. Dan zal ik hier een paar foto's laten zien van diverse toepassingen. Ik heb hier een voorbeeld van een puntmuts. En met die punt van die muts kun je dan spelen met je aantal rijen, maar ook met je aantal minderingen. Het is maar net hoe puntig je nu muts wilt hebben. Of je bijvoorbeeld gaat minderen rond de 6 of 10 rijen, maar ook het aantal minderingen wat je in zo'n rij doet. Je kunt dus spelen met je minderingen en om de hoeveel rijen je dat doet, die minderingen. Een drierecht samen is een hele mooie manier van minderen en ook deze kun je toepassen op verschillende soorten mutsen en dan zien ze er ook allemaal anders uit. Ook het aantal steken van de muts bepaalt hoe het eruit komt te zien. Met een muts met bulky garen heb je minder steken nodig dan met chunky garen. Dus dan zul je met chunky garen vaker moeten minderen in de rij of je mindert meer rijen. Met deze muts bijvoorbeeld is er maar 4 keer op een plek geminderd. Je kunt ook je steekcombinatie gebruiken. Hier is een muts waar ik dus een steekcombinatie heb gebruikt van 3 recht, 2 afrecht, 3 recht. En met deze heb ik op alle plekken waar ik een 3 recht heb gebreid, geminderd. En deze heeft dan ook een behoorlijke korte kroon. Dan heb je deze zwarte, daar ben ik om en om gaan minderen. Dan kwam dat er met het stekenaantal ook wel goed uit, dat ik dat om en om kon doen. Dus mijn eerste 3 rechte steken, daar heb ik geminderd. Mijn tweede deel rechte steken minder ik niet, dus eigenlijk sloeg ik het over. Dus oneven is geminderd en even, ja eigenlijk een soort balk zie je dan, die zijn dus overgeslagen in dit geval. Hoe meer minderingen, des te korter wordt je kroon van je muts. Dus daar hou je dan rekening mee op het moment dat je de muts gaat breien. Dus hoe lang het stuk wordt voordat je gaat minderen. Natuurlijk kun je altijd een lifeline gebruiken en die zet je er dan in op het moment dat je gaat minderen. Dan kun je hem daarna passen en aanpassen. Bij deze laatste twee mutsen, die zwarte en die gekleurde, brei je dan altijd 1 rij met minderingen en 1 rij zonder minderingen. Zo loopt de mindering mooi in elkaar over. Zoals je ziet zijn er dus diverse toepassingen mogelijk. En dan ga ik je nu laten zien hoe je dus dit kleiner kunt maken. Zodat je naar de top toe een soort crown closure. Dat betekent dat je met minderingen, hier begint met 66 steken en dat je in dit geval iedere keer 8 steken per onderdeel gaat minderen. Dus dan 58, naar 50, naar 42, etc. En dat doe je door middel van een 3 recht samen of een knit 3 together. En dan loopt de kan de muts dus in een punt toelopen, zoals deze. Maar je kunt hier ook een ronde kroon van maken. En dan doe je dat ook een aantal keren. En dan over 4 onderdelen verdeeld. En dan iedere keer dan doe je een rij met die minderingen. Een rij zonder minderingen. Een rij met minderingen en een rij zonder minderingen. Nou, in het geval van de 3 recht samen kun je er in één keer met de flexie 1 link tussenuit halen. Dus dat is dan wel weer een voordeel. Hoef je helemaal geen steken te verplaatsen zoals je met een 2 recht samen wel zou doen. En ik gebruik in het voorbeeld deze gnoom. En eigenlijk is dat de top van die
kerstboommuts die ik je net heb laten zien. En hier begin ik dan met 26 steken. Dan ga ik naar 18 en naar 10. Je kunt minderen tot aan 8 steken. Dan kun je nog in het rond breien. En daarna doe je dan een drawstring cast off. Of een trekdraad haal je er doorheen. Dan zijn er verschillende manieren waarop je dus deze kunt doen. Ik laat je gewoon wat voorbeelden zien hoe je het kunt doen. In dit geval heb ik het dus eigenlijk als een soort puntmuts gemaakt. En zou je dus bijvoorbeeld een beanie willen maken, en dan ga je dus ook een aantal steken heb je. Dan moet je eigenlijk zorgen dat je die steken altijd door 4 kunt delen, zodat je 4 gelijke compartimenten krijgt. En dus eigenlijk vanaf de ene meerdering naar de andere meerdering een aantal steken ertussen die altijd hetzelfde is. Dus dat je 4 gelijke delen krijgt. En dat ziet er dan het mooist uit. De muts die je als foto ziet, die is ook met een niet op de flexie gedaan, maar wel met een 3 recht samen. En dan kun je ongeveer zien hoe het eruit komt te zien. En ja, elke muts heeft natuurlijk een eigen aantal steken. En ja, doe je er 4 × 3 recht samen. Een 3 recht samen, dat betekent dat je 2 steken op dat moment mindert. En dan kun je ongeveer uitrekenen hoeveel rijen je nodig zou hebben voordat je dus aan de top bent. Dan weet je ook ongeveer waar je of wanneer je moet gaan minderen voor deze top. En anders kun je natuurlijk ook het opdelen in meerdere compartimenten. Bijvoorbeeld 7, 8 of zelfs 9. Ongeacht wat jij wilt. Als het aantal steken tussen die 3 recht samen maar hetzelfde blijft, dat het gelijk wordt. En je kunt natuurlijk ook altijd een lifeline gebruiken, zodat je die makkelijker terug kan zetten. Goed, de 3 recht samen. Die ga ik je laten zien. Ik heb de muts, zoals je ziet. Dit is mijn beginpack. Want ik heb helaas geen ankerpack hier. En ik heb de muts netjes verdeeld in 4 delen. En alle 4 de delen zijn gelijk. Elke 6e pack heeft hier een markeerder. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Nou, wat je nu doet, je gaat met de steek waarin je bezig was breien richting je markeerder. En dan ga je niet tot aan je markeerder, maar je gaat tot aan 1 steek voor de markeerder. Deze steek die blijft altijd ja, je middelste steek. Zou je dus je muts zo willen doen als op de foto, dan is dat wel van belang. Bij de kerstboommuts is dat iets minder ernstig, want dan valt het onder een hobbel. Maar stel je zou hem dus netjes recht boven elkaar willen laten, dan moet je deze steek als centrumsteek houden. Dan elke volgende mindering komt die boven, dus ja, eigenlijk deze steek. Dus dan zie je hem niet zigzaggen. Nou, ik vind het handig om een steekhouder te gebruiken. Je kunt ook een kabelnaald gebruiken. Maar je kunt zelfs een haarspeld gebruiken of een stukje draad. Als je maar de draad of de steek ergens op kunt zetten. Dus ik noem dit maar gewoon even voor het gemak de centrumsteek. En dan ga ik die 2 steken die rond de centrumsteek zitten, die haal ik er af. Nou, je ziet dat die steekhouder, die haalt eigenlijk de steek er zo af. De kabelnaald gaat iets lastiger. Dan ga je naar je flexie kijken. Je ziet hier een link met 2 packs erop. En hier is een lege. En deze zit eigenlijk vol. Dus het meest handige is, omdat hier ook al een lege is, om deze steek
naar hier te verplaatsen. Het kan ook voorkomen als je met een oneven aantal of dergelijke aan het werken bent dat je hem naar deze moet verplaatsen. Dan kun je, ik ga hem nu laten zien dat, dat ik de links aan elkaar hou. Dan moet je iets meer kracht soms zetten op je breiwerk. Je kan hem bijvoorbeeld ook al loshalen, dat zal ik straks laten zien. Je verplaatst dus je steek. Als je er probeert dezelfde volgorde aan te houden, dan kan er eigenlijk niks misgaan. Zet ook meteen die markeerder terug, zodat je weet met je volgende mindering dat dat de steek is die naar voren gaat komen. Want we gaan deze zo terugplaatsen. En brei je de steek, dan komt er deze steek eigenlijk bovenop te liggen. Dus deze gaan erachter vallen. Je haalt de link waar geen steken meer op staan. Want je hebt nu twee steken, ga je nu minderen. Die haal je ertussenuit. Je doet de flexie weer aan elkaar. Dat gaat niet altijd even makkelijk. En nu heb je dus twee losse steken. En om het er dus eigenlijk altijd hetzelfde uit te laten zien, is het wel van belang dat je, en dan maakt het niet uit van welke kant af, dat je de steken altijd op dezelfde manier gaat terugzetten. Dus of links doe je eerst, of rechts doe je eerst en daarna. Dus dat is wel van belang. En wat ook goed is om naar te kijken, is dat je hem er ook recht op zet. Want je bent hier geen e-wrap aan het breien. Ben je een e-wrap aan het breien, dan moet het natuurlijk een e-wrap zijn. Dus je zorgt dat de steek eruit ziet zoals die eruit moet zien. Centrumsteek en je plaatst. Ik ga gewoon alle linkersteken nu als eerste terugplaatsen. En je plaatst hem terug. En ook deze. Kijk goed. Kijk, hier zit hij gedraaid. Dus je draait je steekhouder net zo lang totdat je ziet zoals die eruit moet zien. En je plaatst hem erbij terug. Ik was bezig met de True Knit. Of met de echte rechten. Nou is het met de echte rechten soms wat lastiger om de steek te breien. Merk je dat nou? Kijk, want je ziet nu, ik neem eigenlijk draadjes mee van deze drie. Maar ik moet ze er dus wel alle drie breien. Dan kun je ook zeggen van, ik doe hem met een hele losse U-wrap. En dan pas ik hem gewoon aan. Kijk, dat gaat iets makkelijker. En je mag die drie steken er natuurlijk ook één voor één overheen halen. Altijd checken, breien heeft alles met spanning te maken. Dat de spanning daar goed is, want anders ga je het zien. Dat was mindering 1. Twee steken hebben we hier geminderd. Dan brei je naar je volgende. Eigenlijk kun je het ook zo zien. Je breidt drie recht in deze rij. En dan ga je minderen. En in je volgende rij met minderingen zal het misschien twee recht en dan drie recht samen zijn. Of één recht en drie recht samen. En dat gaat natuurlijk door tot aan de top of kroon van de muts. Nou, precies hetzelfde. Je zet die twee omliggende steken op de hulpnaalden. Je gaat kijken, wat is nou handig? Waar kan ik hem nou het beste bij zetten? Nou, je ziet het. Hier een lege pek en hier een lege pek. Maar hier ga je verder breien. Dus dan is het het meest handige om hem hier te gaan loshalen. Om wat minder spanning op dat breiwerk te krijgen, kun je besluiten om de flexie alvast los te maken. En dan zul je ook zien dat het makkelijker is om de steek er terug op te zetten. Dan haal je de pek eraf. Wow, zou ik bijna vergeten. Markeer er weer bij die centrumsteek. Ja. Drukt ze weer in elkaar. Nou, ik deed altijd eerst de linkersteek terug.
en daarna de rechter steken. Nou, je kan het proberen, omdat je met de echte rechter bezig was. Het gaat soms wat lastig. Het zijn wel 3 steken die je eroverheen haalt eigenlijk. En je checkt je spanning weer. Dan brei je er weer 3. En dat kan in een andere rij kunnen dat er 6 zijn tussenliggend of 2. Naarmate je gaat minderen, ga je dat natuurlijk krijgen. Het belangrijkste is gewoon dat je goed oplet dat je niet te veel spanning op het breiwerk krijgt. Doordat je giga aan de steek moet trekken om hem te verplaatsen. En dat is het leuke van die flexie. Die kun je dus eigenlijk gebruiken om daar ook de spanning te minderen. Nou, dan gaan we weer. Ik laat hem nog 1 keertje zien. Je zet ze op de hulpnaald. Je haalt even je markeer eraf. Nou, in dit geval is het weer handig om hem hierbij te plaatsen. Je plaatst hem. Dan zet je markeer er weer bij. Nou, in dit geval ging het vrij makkelijk. Maar op het moment dat je voelt dat er pressie op staat, haal gewoon alvast die flexie los. Want je ziet het. Hier krijg je dan gewoon wat minder spanning of rek uit, dat het uitgerekt wordt. En het moet niet zijn dat je met hangen en wurgen die steken er terug op moet gaan zetten. Nou, check. Linkersteek. En check. Rechtersteek. Marker check. En je breidt de steek. Nou, dan moet je hem hier nog 1 keer doen. Ik zal deze ook nog 1 keer doen. Dan kun je ook zien wat je dan met je beginpack kunt aanvangen. Ja, je gaat het op een gegeven moment dus krijgen dat je je beginpack eigenlijk mee gaat nemen in die mindering. En ja, je moet natuurlijk nog wel weten wanneer je met een nieuwe rij bezig was. Vooral als je hem als muts maakt, als beanie. Omdat je dan weet van, ik moet 1 hele rij ertussen breien. Nou, dan doe je eigenlijk weer hetzelfde. Ik haal hem nu alvast even los. En plaats die flexie gewoon naar waar jij wil. Nou, dit is mijn markering die ik nodig had voor de mindering. En nu wordt mijn beginpack wordt ook diegene met de markering. Maar dan weet ik in ieder geval dat ik daar aan het begin van mijn rij ben. Dan haal je de link ertussenuit en je zet ze weer vast aan elkaar. Links goed terug. En daarna zet je rechts goed terug. En je breidt de steek. Nou, zoals je ziet, het is een heel stukje kleiner geworden. Ik ben dus van 24 steken geminderd. En 24 min 8 naar 16. Ik heb er 4 links uitgehaald. Van 2 packs. Dus ik heb in totaal 8 steken geminderd. En dit kun je dan net zo lang blijven doorgaan totdat je dus bij een punt bent dat je dus ook niet meer verder kan. Nou, dit was het weer voor deze keer.
minderingen aan de hand van een drie recht samen. Drie-r-sam noemen ze dat ook nog wel eens. En daardoor krijg je eigenlijk ook een hele mooie bovenkant. Maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken om de muts dus eigenlijk in een punt toe te laten lopen. En dan kun je het bijvoorbeeld om de 6 toeren gebruiken. Net zolang totdat je die punt hebt zoals jij het wilt hebben. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer maar weer.